Kniebelknabbelkneusje, wie snoept er allemaal in mijn huisje? Echt waar? Zal ik dan weer normaal praten? Iedere woensdag om 8:30 een nieuwe aflevering op YouTube. Wat leuk dat je kijkt naar deze aflevering van JessicaOnline.nl. Goed gevonden! Het is bijna Halloween. En dan gaan de kinderen natuurlijk langs de deuren om te trick and treaten. Maar wat vinden wij nou goede tractaties om klaar te hebben liggen als de kindjes aan de deur komen? Nou, 1 is, laten we het nou verpakt houden. Hè? Dus allemaal per stuk verpakt. Dat is normaal al lekker fris, maar in deze tijden van corona al helemaal. En ten tweede moet het natuurlijk Jessica-proof zijn. En dat betekent zonder geraffineerde suikers. Kijk snel mee wat wij goede tractaties vinden voor trick or treat. Trick or treat. Ja, weet je, het is natuurlijk een traditie die overgewaaid is uit Amerika. En dan gaan de kinderen met Halloween aan de deuren. En hier in Nederland doen ze het eigenlijk ook wel met Sint Maarten. Maar voor ons is het eigenlijk niet zo leuk, hè? Waarom niet? Ja, omdat in alle snoep suiker zit die ze geven. In alle snoep zit gewoon onwijs veel suiker. En waarom mogen wij dat niet? Omdat we diabetes hebben. Omdat Ilse en ik diabetes type modi hebben. Eva heeft een koemelkallergie, dus die mag ook niet alles, maar die krijgt ook gewoon geen suiker. Omdat ze met ons meedoet. Omdat wij inmiddels weten dat zonder al die enorme toegevoegde suikers het ook heel lekker kan zijn en veel gezonder is om zo te leven. Dus wij hebben gewoon eigenlijk niets gekocht, maar gekeken wat we in huis hadden. En tot mijn grote schrik hadden wij dit gewoon allemaal in huis. Dus we gaan kijken en aan jullie laten zien en vertellen waar we het hebben gekocht. En de meisjes vertellen of ze het lekker vinden. Wat goede tractaties zijn om uit te delen met Halloween, met trick and treat. Waar wil jij mee beginnen, Eva? Laat eens zien, wat vind jij een goed idee? Lollies. Nou, dit zijn lollies. Ik zal eventjes kijken wat... Dit zijn lollies van Food to Smile. Dus dat is Food 2 Smile. Eten om van te lachen. Die zijn gezoet met erythritol en stevia. Hier hebben we lollies van Slimpy. Die zijn gezoet met andere zoetstoffen. Ik geloof ook met aspartaam. Dat vind ik niet een geweldige zoetstof. Dus die krijgen we echt maar 1 keer of 2 keer per jaar. Voor de rest vermijd ik eigenlijk de dingen met aspartaam. Ik zie hier ook van Food to Smile deze gummies staan. Die hadden we dus nog in huis, zitten nog dicht. Ook lekkere snoepjes. En ik kan dan even ingrediënten voorlezen. Hadden we met kerst gekocht. Nou, dan hebben we dus al heel lang. Maar ze zijn houdbaar tot mei 2021. Dus... Overdagen? Nee. Kunnen we nog een jaar mee doen. Zoetstoffen zijn maltitolen en stevioglycosiden. Voor de rest zit erin tarwezetmeel, geleermiddel en vlierbessensap en nog een paar hulpstofjes. Maar deze zijn niet per stuk verpakt. Van datzelfde merk hebben we ook bijvoorbeeld deze cola flesjes. Die zijn wel per 20 gram verpakt. Dat zou ook een hele leuke zijn voor trick or treat. Dezelfde zoetstoffen en bijna dezelfde ingrediënten als deze. Halloween dus. Alleen zijn dit cola flesjes. Dus even kijken. Nou, en zie ik hier ook nog suikervrije lollies van Chupa Chup. Ik kan ze nu niet vertellen waar ze mee gezoet zijn, maar niet met suiker. Dus dat zijn de lollies van zowel Slimpy, Chupa Chup als Food to Smile. Wat zei je? Hanos. Hanos? Ja, die lollies. Oh, die, ja, de Chupa Chup. Oh, er waren ook nog lollies van de Hanos zonder toegevoegd suiker. Oh ja, dat zijn deze. Die wou je laten zien. Deze kan je bij de Hanos kopen. Dan kom je binnen en gelijk om de hoek staan ze ergens. Dus, gelijk om de hoek bij de Hanos. Ilse, wat wil jij laten zien? Dit? Framboosjes. Deze? Ja. Nou, dan kunnen we deze hele emmer er even bij pakken, want het zijn allemaal soortzelfde dingen. Alleen zijn deze misschien ook niet ongelooflijk geschikt voor trick or treat, omdat het grote verpakkingen zijn. En dan wordt het best een dure hobby. Maar wil je alleen je kleinkinderen of je eigen kinderen wat lekkers geven, is dit wel een goeie. Dit hebben we allemaal bij de Jumbo gekocht. Bij de Jumbo is het een heel leuk nieuw schap. Met allemaal verantwoord snoep waar ik blij van word.
Waaronder deze balletjes van Mango. Het zijn eigenlijk, het lijkt een beetje op die reepjes. Kijk, hetzelfde merk heeft ook... Oh, wacht even. Pak de verkeerde. Deze, hè? Deze. Nou, daar. Hetzelfde merk heeft ook reepjes. Alleen hier zijn het in... kleine balletjes gedraaid. En dat is dus makkelijker doseren. Dus zo'n zakje zou je kunnen delen met 3 kinderen. Maar niet per se geschikt voor trick and treat. Maar we hadden het in huis en ik vind het toch wel heel leuk om daar wat aandacht aan te besteden. Dus dit is van het merk Tropics. En dan hebben we hier van Forest Fruit. Nou, Fruit Forest. Die wil ik even openmaken. Ja, want die heb ik nog nooit geproefd. Maar die hadden jullie wel eens op, hè? Met appel. Roma's, nou. Jullie hadden dit een keer bij een vriendinnetje op, hè? Maar dat is wel ook een beetje gezond. Gevriesdroogde fruit en quinoa. Dat is echt heel grappig. Zou je bij Halloween ook nog wel wat grappigs van kunnen maken alsof het oogbollen zijn of zo? Mm. Ook gekocht bij de Jumbo in dat speciale snoepvak waar alleen maar verantwoord snoep ligt. Nou, ze hebben dus ook een appelsmaak. Die is lekker. Nee, dat vind ik lekker. Dan hebben we ook nog... Mama, ja? Die appel is lekkerder. Ja? Oh, nou. Maar deze is wat bloederiger. Het is wel Halloween. Dit is Urban Fruit. En dat is eigenlijk gewoon gedroogd fruit. In dit geval ananas en in dit geval mango. Ah, oh, mijn oog, mijn oog. En dan hebben we hier nog van Fifth Season... gevriesdroogde ananas. Dus dit is gedroogde ananas. Dus dat is wat meer chewy, wat gummier. En dit is gevriesdroogd. Dus dan wordt het zo knapperig. Net als dit. Luister, luister. Dat doet gevriesdroogd. Nou, Eva, wat wil jij nog laten zien? Lekker. Waar zijn jouw lievelingssnoepjes? Dat zijn jouw lievelingssnoepjes, hè? Die heb ik hier open. Een beetje plakkerig. Ze noemen het Dental Fresh. Bij de IKEA gekocht. En het is gezoet met xylitol en maltitol. En daarom noemen ze natuurlijk dental, omdat xylitol goed is voor je tanden. Deze eten. Nee, die zit nog dicht. Je mag daar hier wel één van. Maar wederom niet per stuk verpakt. Wat ik wel heel leuk vind om te laten zien, zijn deze. Deze 3 producten kochten we bij de Lidl. En dit is gevriesdroogd fruit, dus dat is een beetje wat we net ook hadden. Grote verpakking, niet per se geschikt voor trick and treat. Maar ze hadden daar ook zakken en daar zat dit in. Eigenlijk zijn dit dezelfde soort reepjes als die je wel kent van de bekende merken. Van gedroogd fruit. Dus maar er zit eetbaar papier omheen. Er zit van dat eetbaar papier omheen. Maar ze zijn zo klein. Hoeveel gram zit erin? Kan ik dat lezen? Nee, ik kan het niet lezen. Oh ja, wel 10 gram. 10 gram. Heel geschikt voor een kindje dus. Want zo'n reep is dan alweer... Deze bijvoorbeeld van Rhubarb. Die is... 50 gram. Dus dat is 5 keer zoveel als deze. Dus wil je kinderen gewoon een lekker tussendoortje geven... in plaats van een soort van lunch... dan is dit... Ja, is deze wel veel geschikter. Ik vond het een heel leuk maatje voor trick or treat. Nou, dit is dan de smaak mango sinaasappel. En dit is de smaak banaan... staat er in het Duits op. Ik weet eigenlijk niet wat rote traube is. Rote traube. En aronia rigol. Ik denk bosbes, cranberry en banaan. En dit is dan mango en sinaasappel. Nou, een hele zak. Nou ja, voor een Lidl prijs. Dus zeker betaalbaar. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Dat je niet failliet gaat aan Halloween. Dus deze bij de Lidl. Wat willen we nog meer laten zien? Nou, wijs eens wat aan. Neem ik... Heb je hier alles op? Wat? Oh, snoepert. Wacht even. Oh, dat is lief, dank je. Dan zit ik helemaal onder en het bloed loopt langs mijn mond. Sorry. Ilse, laat eens wat zien. Dit. Wat is dat? Ik wil deze laten zien. Fruit sticks. Mag heel even. En welke smaak heb je daar? Arbeid. En hier hebben we ook nog... Appel. Deze zijn, hoeveel gram zit erin? Hoeveel gram is dit? Vind ik ook een leuk maatje. Ilse neemt deze vaak mee naar surfen. Dat ze net voordat ze de zee ingaat,
nog eventjes wat extra energie heeft, is 20 gram. Dus en waar dit dus 50 gram is, dus deze is meer dan de helft kleiner. Dus vind ik een veel geschiktere maat voor kinderen. Mama. En de een eet het gewoon zo hak, hak, hak. Maar je kan hem ook... Zo lekker opzuigen. Ik maak hem wel. Ook zo'n ding van die appel. Ja, ik heb hier de appel. Kijk, het is helemaal zo. Wacht even. Dan kan je ook gewoon zo... Je kan hem ook erin laten zitten, inderdaad. En dan schuif je hem steeds een stukje omhoog. En dit is van het merk Fruit Funk. En die verkopen ze bij de Jumbo. Maar ze hebben ook een webshop. Zullen we de helft, ieder de helft doen? Ja. Nee, maar ik bedoelde, mag ik van deze geven? Oh, ik dacht dat je deze de appel wilde. Daar maakte ik hem open. Oh. Wil je een stukje of niet? Ja, nee joh, we gaan niet alles openmaken, gekkie. Blijf wel moeder met de missie Jessica Mendels, hè? Van jessicaonline.nl. Dus we gaan wel maat houden. Zo, jij een stukje en jij de rest. Dus deze kocht ik bij de Jumbo, waar ze ook deze bobsnails hebben. Dat lijkt een beetje op, maar het is iets wat meer chewier. En dan lijkt het een beetje qua ja, formaat op een zure mat. Hier zit 14 gram in, dus ook vind ik dat wel weer een geschiktere portie voor kinderen. En ook bij de Jumbo vond ik Kiddylicious deze wurmpjes. En dat zijn... van dat gedroogde fruitpuree, maar dan wat langere sliertjes. En dan noemen ze het wurmpjes, wat natuurlijk ook wel heel leuk is voor Halloween. Nou, je kan ze ook op een taart doen, net alsof er allemaal wormen uit je taart komen. Of per zakje. Maar deze zijn weer wel iets duurder als je per zakje uitdeelt dan deze. Want deze gaan per verpakking van 5 voor, ik dacht, €1,99. Maar allemaal bij Jumbo. Oké. En door. Wat ook natuurlijk altijd geschikt is. En ook, die gaan we zo doen. Voor alle leeftijden zijn rozijnen. Ik heb ze hier al liggen. Van de Hema. Van Albert Heijn eigen merk. Van de Kleine Keuken. Of Notenboer. De Notenboer, precies. Van de Notenboer. Zo kreeg ik ze vroeger al van dit merk. Sindrops. Altijd geschikt. Zit in een kartonnetje. Dus milieubewust wat dat betreft. Verpakt per tractatie. En helemaal niet duur. Dus dat kan ook altijd. Deze wilde jij doen. Hier heb ik al onze repen bij elkaar. Nou hebben we daar hele wereldwijd bekende repen. Zoals Naked. Die heb je in allerlei smaken. Maar we hebben ook van het Nederlandse merk Fiber. Of nou, Fibr. Maar volgens mij zeg je Fiber. FBR in ieder geval. Repen in verschillende smaken. Dan hebben we nog van dit Tropics, waar we net die balletjes van zagen. Heb je ook die repen. Deze zijn trouwens te koop bij de Jumbo. Naked eigenlijk bij overal. Rhubarb, die heb ik gekocht bij... hoe heette die zussen nou? Sustrainen. Anna en Clara in de stad. Maar ook Albert Heijn verkoopt ze. Jumbo misschien ook wel, maar dat weet ik niet zeker. Wat hebben we hier voor merk? Raw Bar met rozenbottel, acerol en lemon. Die heb ik volgens mij ook bij de Albert Heijn gekocht. Dus allemaal verschillende soorten repen. Wij vinden het heel fijn om ze in de tas te hebben voor als je ineens je brood op hebt en toch extra honger hebt. Er dreigt een hypo of je krijgt ineens een hongerklap. Dan kan je deze altijd in je tas hebben zitten, want ze zijn lang houdbaar. Je hoeft ze niet die dag op te eten, maar in het geval dat hebben ze altijd bij je. Maar deze reepjes van, hoeveel gram zijn dit? 20 gram vind ik ook wel leuke tractatiereepjes voor trick or treat. Kinderen vinden het lekker. Ze hoeven het niet gelijk op te eten, zoals los snoep. En kunnen dat een beetje over de maand november, december, januari, februari, maart verdelen. Wat hebben we nog meer? Oh ja, daar liggen ook nog die losse snoepjes van Food to Smile. Dat zijn van die kussentjes. Sommige zit wel melk in, dus wij moeten altijd heel erg opletten. Het zijn eigenlijk een beetje die oud-Hollandse snoepjes. Inderdaad, ze zijn wel hard. Maar allemaal met zoetstof. Dan hebben we hier... Ik wil deze! Die wil je die? Wat zijn dit dan? Vertel eens even, Eva. Dat zijn babykoekjes. Babykoekjes, die kan je vinden in het babyschap. Ik weet dat Jumbo's heeft, maar ook de Albert Heijn. Babybiscuits. Het lijken een beetje op lange vingers, maar ze zijn minder broos. Ja. Ze zijn wat steviger. Maar ze zijn wel per stuk verpakt en ze zijn echt één portie. Het is een klein koekje. Waar zie je dat? Nou, soms staat het gewoon wel op de verpakking, maar soms staat het op de doos.
Dus dat weet ik even niet. Maar het is een klein koekje, dat kan je wel zien. Het is van Ella's Kitchen. En het ligt in het babyschap. Maar het is... De meiden vinden het heel lekker. En eigenlijk vinden al hun vriendjes en vriendinnetjes die hier langskomen... die ook thuis wel echte lange vingers krijgen... dit hele lekkere koekje. Ze maken altijd een vreugdesprongetje als ik deze tevoorschijn haal. Nee, nee. Nou, ik heb hier aan deze kant... Oh ja. Sporen. Hoe heet dit merk? Dit merk heet Bear. Gewoon Bear. Hierin zitten... Wat zit hierin? Rolletjes. En een kaartje. Er zit een verzamelkaartje in. Je ziet de afbeelding van die rolletjes. Dat is ook gemaakt van fruitpuree, gedroogd. Maar het is heel plat gemaakt. En dan strengetjes van gesneden en opgerold. En er zitten er 2 in. Best een grote tractatie dus. In een doosje die je koopt zitten er 5, als ik me niet vergis. Voor €2,99. En er zit een verzamelkaartje in. Wel echt een leuke tractatie. Maar niet super goedkoop. En die heb je in verschillende smaken. Ik heb hier de framboos. Maar we hebben ook mango. Verschillende vormen. Verschillende vormen. Wat heb jij dan? De berenklauwen. Ah, dit zijn kleine pootjes. En dit is appel, zwarte bes, blauwe bes en aardbei. Ook leuk. Ik weet dat zowel Jumbo als... Albert Heijn het verkoopt, maar volgens mij ook de andere supermarkten wel. Maar daar kom ik eigenlijk nooit. Dus dat weet ik niet. Nou, hier heb je een heel leuk Nederlands merk. Dat heet Fruit Funk. Daar zagen we dit net ook al van. En zij hebben die zakjes met snoepjes. Dit is ook weer 10 gram. Dus dat is een goede maat voor kinderen. En je hebt ze met gezellig fruit erop. Je hebt ze met Peppa Big erop. Met hier Paw Patrol. Hoe gezellig. En waren ze ook nog met een eenhoorn, toch? Ja, hier, eenhoorn. Maar je hebt ook deze lelijke zakjes. Ja, maar die zaten in je adventkalender, ja. Dus die heb je niet eens allemaal opgegeten. Maar als je ze gewoon in de supermarkt koopt bij per uitdeelverpakking, dan zitten ze er zo in, per thema. Inderdaad, ook weer bij de Albert Heijn en de Jumbo te koop en in de webshop van Fruit Funk. Sommige zijn alleen van fruit, maar bijvoorbeeld deze, die hebben ook gepofte rijst er doorheen zitten. Vind ik zelf erg leuk, want dan heb je zo'n knapperigje af en toe tussendoor. En ze hebben bijvoorbeeld dan ook van die grotere tractatie, ja, hoe noem je dit? Medaille. Ja, exemplaren, medaille. Die hebben de meisjes gekregen toen ze hun sponsorlopen hadden gedaan. En dan zit er zo'n zakje in en nog een klein reepje en nog iets. Maar die kan je dus ook bestellen in de webshop. Twee kleine reepjes en één zo'n zakje. Ja, precies. Nou, we gaan hartstikke goed, jongens. Wat hebben we nog meer? De kleine keuken! De kleine keuken. Die heeft heel veel verschillende soorten koekjes. Wat wil jij vertellen over de kleine keuken? Ik wil heel graag die superhelden. De superhelden? Superheldjes. Ja, kijk, laat de doos maar zien. Superheldjes. Kijk, superheldjes. Vertel eens wat over dat koekje, Eva. En dat van hete superheldjes. Nee, maar hoe smaakt het? Wat is de structuur? En het is koek en daar 2 koekjes op elkaar en daartussen zit jam. Juist. Mag ik heel even de voedingswaarde erbij pakken? Even wachten. Ik ben altijd heel blij met dit merk, de kleine keuken, want... ja, ze maken allemaal dingen waar ik achter sta. Die koekjes zijn allemaal... per stuk verpakt, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor nu, voor trick and treat. Maar ook bijvoorbeeld om in de zwemtas te gooien. Want na het zwemmen heb je ook altijd wel heel erg trek. En dan is het lekker als je zo'n lekker koekje mag. Wat wil jij vertellen over de kleine keuken? Ja, die waren ook tomatenkrekkertjes. Ja, die waren leuk, hè? Het is lekker voor bij een tussendoor snackje. Ja. Met een paar sausjes. Ja, wat hadden wij laatst nou gedaan? We hadden allemaal sausjes op tafel gezet. Aioli. Hummus. Hummus. Toen gingen we met deze crackertjes tippen. Truffelsaus. En knoflooksaus. Ja, hadden we allemaal gedaan. Hè? En berensaus. Berensaus? Ja. Is ze gemaakt van beren? Ja. Oh, dat is wel heel erg Halloween. Leuke crackertjes zonder tarwe, waar ik heel blij van word, want ik verdraag geen tarwe. Dus niet voor Halloween, maar ik wilde het er toch eventjes bij zetten om aandacht te geven. Hier, wat hebben we hier voor een koekje? Oh, dat zijn die zachte koekjes, hè? Die liggen daarvoor. Dat zijn deze, daar zitten er 2 in. Ik vind deze een beetje... Ik niet!
Nee, die mag jij niet, want waar zit melk in? In deze verpakking zitten, dit zijn de speldkoekjes. Die vind ik een beetje naar eierkoekjes smaken, maar dan wat krokanter. Dus alsof ze vers van de bakker zijn, dat het randje zo krokant is. Daar vind ik deze naar smaken. Je hebt ook de zachte koekjes met, is dat nou deze met peer? Oh nee, dit is appel. En je hebt ze ook met chocola. En deze zijn met tarwe en deze is met speld. Dus hier word ik blij van. En deze zijn voor Ilse. Zit boter in, dus Eva mag het niet. Maar welke mag Eva? Wel. Oh. We hebben toch ook nog letterkoekjes liggen? Ja, dit zijn letterkoekjes van Kleine Keuken. Dat zijn van die kleine ronde koekjes met letters erop. Die mogen ze ook allebei. Super leerzaam. En hart. De Kleine Keuken heeft ook fruitsnoepjes. Ze noemen het fruitjes. En ook nog fruitsnoepjes. Dat zijn meer een soort dobbelsteentjes. Niet per se per stuk verpakking voor trick or treat. Maar wel leuk om even te benoemen dat ze dat ook hebben. We gaan er als een gek doorheen. Want volgens mij... Oh, we hebben dit nog. Dit heb ik gekocht. Dus ik weet dat ook inderdaad en Jumbo Wappers. En Albertijn het Wappers. Heeft. Whoppers. Eva heeft deze, bijna alles wat hier ligt, wel uitgedeeld op haar verjaardag. Want het moet tegenwoordig thuis, op school ook allemaal per stuk verpakt vanwege corona. Dit zijn smeltsnoepjes met gefriesdroogde aardbei en banaan. Die zijn lekker, hè? En dit zijn... Ik ga deze openmaken, want dit vind ik wel grappig om te laten zien. Er zitten er twee in. Volgens mij zijn ze een beetje gebroken. Maar er zitten twee zulke wafels erin. En ja, ik vind het een beetje lijken op die dingen die ook bij de Japanse mix zitten. Maar dan dus zoet, want er zit fruit doorheen. Ja, het is echt wel ook een gefriesdroogd structuurtje. Er zitten er twee in, bij elkaar 4 gram. Het is echt gebakken lucht. Wel ook weer heel leuk voor trick or treat. Tuurlijk, schat. Kijk eens. Dit is eigenlijk wat... Oh, nee, ik zie daar nog chocola. Chocola! Een snoeptafel is niet compleet zonder chocola. Deze kleine chocola's, die zijn dan wel niet per stuk verpakt. Volgens mij bestaan ze wel per stuk verpakt. Van Green Sweet Stevia. De pure chocola is ook zonder melk uiteraard. En gezoet met stevia en, wat nog meer, inuline, maltitol en stevia. Je hebt ze bij de webshop van Green Sweet Stevia. Kijk even op greensweetstevia.nl. Heb je ze per stuk verpakt. Maar als je deze op een schaaltje een beetje uit elkaar legt en iedereen pakt alleen maar één chocolaatje en raakt de rest niet aan, moet dat met Halloween ook wel kunnen. Ja, het zijn mooie bloemen. Wat heb jij daar? Je hebt een, hoe heet zo'n pioenroos en een narcis. Yes, narcis. En ik heb een madeliefje of zo. Klaproos, ik weet het niet. Een klaproos. Nou, een lekker chocoladebloemetje. Dus we hebben hier een hele tafel vol met snoeperijen. Ja, lekker hè. Maar ik gooi het niet weg hoor. We gaan het alleen niet allemaal tegelijk eten. Wil jij dit terugleggen bij de kleine keukenspullen? Ik hoop dat jullie een heleboel inspiratie hebben gekregen door deze video. Dat je weet dat je dus best wel de keuze ook kan maken om te trick or treaten, te trakteren in verpakte spullen zonder dat er geraffineerde toegevoegde suikers in zitten. Dus je kan bewust de keuze maken, je kan het verschil maken. Dan komen kinderen bij jou aan de deur en jij kan ervoor zorgen dat ze niet alleen maar slechte troep krijgen. Dat wilde ik graag zeggen. Daarvoor wilde ik jullie inspireren en er is echt keus genoeg. En meisjes, staat er hier iets op tafel wat vies is? Nee! Ik wou net zeggen, staat er hier iets op tafel wat vies is? Nee! Alleen maar lekker en het kan alleen maar mijn goedkeuring dragen. Dus doe een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vond, zit er weer wat in mijn haar. Toch niet een kakkelak! Doe een duimpje omhoog als we je... Ik ben niet bang voor kakken. Hier is mijn spinring. Doe een duimpje omhoog als we je hebben kunnen inspireren met deze video. Log even in op YouTube, zodat je ook kan abonneren op ons kanaal. Druk op het belletje, zodat je precies weet wanneer wij een nieuwe video hebben geüpload. En wanneer uploaden wij altijd een nieuwe video? Op woensdag om bla 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 uur. Op woensdag om 8:30.
En heb je een vraag, laat een berichtje achter hier onder de video. Ik lees ze altijd en ik antwoord ook altijd. Volg me op Instagram, ook op Jessica Mendels. En ook dan zijn we in contact met elkaar. Bedankt voor het kijken en een hele fijne Happy Halloween! Knibbel, knibbel, knuisje. Wie snoept er in mijn huis? Ik hou van kinderen, ik ga kinderen opeten.